1, 2. Dag 2 van mijn antibacteriekuur. Ik voel me al langzaam beter worden. Ik moet wel een beetje voorzichtig zijn, want ik heb nog steeds ups en downs. Maar ja, ik ben echt al lange tijd ziek geweest. Dat is echt niet normaal. Toen ik dan wakker werd, dan moest ik echt strompelen naar de keukenlaar om pijnstillers in te nemen. Dag 2 van de kuur, maar ik merk al van, ja, hij begint een beetje aan te slaan. Maar of mijn wintertenen daarvan weggaat en die spierpijn, het lijkt wel minder te worden, maar het kan ook tussen mijn oren zitten natuurlijk. Ik heb mijn huis behoorlijk verwaarloosd. Maar als je dan ziek wordt en niks meer kan, dan ga je in één keer dromen. Alsjeblieft, laat me nog een keer op reis gaan en video's maken. Dan worden in één keer jouw dromen zichtbaar. Jouw doel wordt zichtbaar. Wat je echt wil doen. Dat zie je ook bij Over Mijn Lijk. Die mensen zijn al stervende. En dan weten ze precies wat ze nog willen doen. Dus je doel, die worden pas zichtbaar in je meest donkere, eenzame dagen. Dag 3 van mijn antibiotica kuur. Ik heb momenteel veel last van mijn voeten en gisteravond had ik heel veel spierpijn. Ik ben gewoon momenteel een oud opaatje van 80 of zo, weet je wel. Ik ben weinig waard met die gezondheidsklachten. Ik krijg heet een berichtje. Dan moet ik doorgeven. Hoe gaat het? En als ik dat dan niet binnen een uur doe, dan gaan ze iets van mijn salaris inhouden. Ik heb trouwens een nieuwe muziekmaker ontdekt. Magere melk, een banaan, halve avocado, een halve cup havermout en 30 gram eiwittenpoeder vanille-ijs. Je staat in de club en je ziet heel veel leuke vrouwen, maar uiteindelijk kies jij voor haar. En dat vrouwtje ziet heel veel leuke mannen, maar uiteindelijk kiest ze voor hem. En uit vrije wil komen jullie bij elkaar. En dan is de relatie het leukst. Dus het gevoel dat je uit vrije wil bij elkaar bent, is ontzettend belangrijk voor de kwaliteit van je relatie. Het probleem is alleen, als we dan elkaar leuk vinden, dat we dan die vrije wil een beetje gaan vernietigen. Door een belofte te doen, dat we heel ons leven bij elkaar blijven. Dan gaat het gevoel dat je uit vrije wil bij elkaar komt, ja, die wordt dan iets minder. Want ja, je komt gewoon bij elkaar omdat je ergens in het verleden een belofte hebt gedaan. Je koopt samen een huis. Je neemt samen kinderen. En op den duur weet je niet meer of je uit vrije wil bij elkaar bent. Of omdat jij een belofte in het verleden hebt gedaan. Of samen een huis hebt. Of een verantwoordelijkheid hebt als ouder zijnde. Jezelf zo afhankelijk hebt gemaakt van elkaar. Waardoor die spanning in je relatie gewoon helemaal gaat, de seks gaat dood. Wil jij zeg maar een soort van je relatie weer een boost geven, dan zul je toch op een of andere manier iets moeten vinden om de vrije wil, terug te vinden in je relatie. En sommige mensen doen dat door juist elkaar een beetje jaloers te maken, van een beetje intiem zijn met andere jongens. Voor je vriend. En dan voelt die vriend zo van, hé, die zij kan zonder mij. Ik moet mijn best voor haar doen. En zo kun je de relatie ook weer een soort van spanning inbrengen. Of wat dan ook. Maar als dat niet werkt, ja, dan zou je weer een stapje verder moeten gaan misschien. Kijk, je kan drugs gebruiken om jouw relatie een boost te geven. Om je seksleven een boost te geven. Maar daar los jij het onderliggende probleem niet mee op. Hè? Daar is niks mis mee dat je dat een keertje doet, helemaal niet. Alleen dan zul je iedere keer druk moeten gebruiken om je relatie een boost te geven. Wat je vaak terugziet in een traditionele relatie is dat de een bindingsangst heeft en de ander verlatingsangst. En het is allebei even kut. Ik denk dat we allemaal wel eens zo'n relatie hebben gehad dat misschien jij bang was om haar pijn te doen. Of juist dat jij bang was dat zij jou verlaat. Als jouw vrouw, maar het kan ook andersom zijn natuurlijk. Hè? Als jouw vrouw jou verantwoordelijk houdt voor haar gevoelens. Dan ben je niet meer uit vrije wil bij haar. Dus dan zit jij gevangen in de gevoelens van je vrouw. Je bent bij haar omdat ze niet zonder jou kan.
En dan gaat de seks. Als elkaar jaloers maken niet helpt, dan zul je een stapje verder moeten gaan. En met de kans dat er een vonk overslaat, of je wordt weer helemaal verliefd op elkaar. En het is een win-win situatie, want je wilt ook niet in een relatie zitten waarbij de relatie eigenlijk dood is. Want een goede relatie is ontzettend belangrijk voor jouw welzijn. Dit is voor het eerst dat ik dit uitprobeer en het lijkt wel een soort van bloedbad. Ja. We gaan mijn gashendelsysteem maken, want die zit een beetje los. Mijn scooter 8 maanden geleden gekocht. Dus het valt binnen de garantie. Ik ben erachter gekomen dat ik echt nog steeds heel veel last heb van mijn voeten. Dus ik ga direct naar huis. Niet te geloven. Ik had laatst een podcast gezien van Mark Manson. Is een schrijver, die woont in New York, een Nederlander. En hij zei toen in die podcast van, als jij je niet oké voelt, dan moet jij goed voor jezelf zorgen, zodat jij je oké voelt. En als jij je oké voelt, dan moet jij andere mensen helpen, zodat jij je geweldig voelt. Het is lekker weer, man. Echt lekker weer. Ik heb geen wintertenen. Die bacterie heeft mijn wintertenen veroorzaakt. Dat kan niet anders. Het is f***ing zomer, hoezo hebben we wintertenen? In de 18e eeuw werd men niet ouder als 40 jaar. De gemiddelde leeftijd was 40 jaar. Alleen de rijken werden wat ouder. En toen vroegen ze zich af waarom het leven zoveel uit lijden bestond. En dan hadden ze het vooral over fysiek lijden. Toen kwam daar de verlichting. Het tijdperk waarbij je met wetenschap en technologie erachter kwamen dat men fysiek lijden kon uitroeien. En nou, toen waren we heel enthousiast en hebben we fysiek lijden behoorlijk uitgeroeid. Ik lijd nou behoorlijk fysiek, moet ik zeggen, maar ik kan gewoon pijnstillers nemen en dan lijd ik niet fysiek. Dat is dus mogelijk gemaakt door de verlichting. En toen namen we ook afstand van het geloof. Want rond de 18e eeuw, daarvoor, leefden we heel lang hetzelfde, zonder dat we echt vooruit gingen. Nou, nu hebben we dus fysiek lijden helemaal uitgeroeid. En nu lijden we vooral mentaal. En meer dan 1 miljoen Nederlanders zitten aan de antidepressiva. Terwijl dit de mooiste tijd is om geboren te worden. Maar je kan je afvragen, wat is er aan de hand? Je ziet ook heel vaak ouders die willen hun kinderen dat ze gelukkig zijn. Die willen alleen maar dat hun kinderen gelukkig zijn. Ja, die kinderen die worden dan later groot en dan zijn ze niet gelukkig en dan denken ze dat er iets mis met hun is. En dan gaan ze naar een dokter en dan krijgen ze antidepressiva. Nu is het net alsof we mentaal lijden ook willen uitroeien, maar dat gaat dus niet. Lijden is een fundamenteel onderdeel van het bestaan. Je zal lijden moeten opzoeken om gelukkig te worden. Ik heb een super vet spel, echt mega vet. Maar als ik dat heel de dag ga doen, op een gegeven moment voel ik me waardeloos. Het is dus ook met mensen die heel het gelukkig willen zijn. Op den duur voelen ze zich waardeloos. Als ik naar de sportschool ga, dan komt er enorm veel druk op mijn borstkast als ik ga bankdrukken. Dat is een vorm van lijden. En dan heb ik goed getraind. En als ik daarna een potje ga gamen, dan kan ik er al veel meer van genieten. Gezond zijn is zo vanzelfsprekend. Op den duur voel je het niet meer. Maar nu ik langere tijd ziek ben, en als ik direct beter word, dan kan ik dat weer waarderen. Dan word ik wakker en dan ben ik gezond en dan ben ik gelukkig. Want geluk is een verlichting van pijn. Down, 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 down
allemaal.